Fijn! Hoi allemaal, vandaag hebben we een nieuwe video voor jullie en we zitten in de caravan, want buiten wordt gezaagd en we hopen dat jullie het niet te erg horen en dat jullie ons dus goed kunnen verstaan. En dat is ook de reden waarom er dit keer geen pony bij is, want die kunnen niet in de caravan. En vandaag gaan we het hebben over hoe je je paard kan klaarmaken voor een wedstrijd. En ja, dan vertellen we gewoon wat je mee moet nemen en wat dingen daarbij en waarom je het meeneemt. Dus laten we snel gaan beginnen. Je kan de spullen die je meeneemt indelen in verschillende categorieën. En we beginnen met de eerste categorie en dat is het tuig. Je hebt natuurlijk een hoofdstel en je zadel nodig. Want ja, of je moet een wedstrijd zonder zadel gaan rijden, maar het kan ook niet handig. Dus het hoofdstel en het is natuurlijk handig om die even lekker mooi in te vetten. Maar dat je dat doet voor de wedstrijd, let er wel op, want we hebben hier lak. Dat kan je niet met gewoon inkjechtspul schoonmaken. Daar moet je speciaal spul voor hebben, want anders gaat het lak eraf. Dus dat kan je bij het hoofdstel doen en natuurlijk ook bij het zadel. Dan is het natuurlijk ook altijd handig om een wit dekje te hebben, want dat is wel mooi. We hebben een tip. Ja, dit zeg maar, hier zitten onze witte dekjes in. Hier zat een kussensloop in ofzo. En daar hebben we nou onze witte dekjes in gedaan, zodat het schoon blijft. Je kan natuurlijk ook thuis in de kast neerleggen ofzo. Maar als wij het zo bloot neerleggen, dan moet het heel stoffig hier. Dus wij hebben het hier in gedaan. En na een wedstrijd, als je dat niet gedaan hebt voor de wedstrijd, zou ik wel even voor de zekerheid je witte dekje nog wassen, zodat die extra wit is en mooi mee kan op wedstrijd. Ja, en we hebben een springdekje en een dressuurdekje. Ja, vind ik cool. Ook is het handig om een hals erbij te hebben, want als je daar bent, dan doe je natuurlijk nog niet gelijk het hoofdstel in. En je moet natuurlijk in de trailer het halster om hebben. Dus ja. Ook voor in de trailer moet je been beschermen. Tijdens een wedstrijd mag je die niet om. Maar voor in de trailer is het wel handig. En dat moet ook eigenlijk, zodat de pony of je paard de benen niet kapot maakt. Precies. En tijdens het inrijden, als je paard echt nodig heeft feestjes, dan mag je die tijdens het inrijden ook nog aanhouden. Maar met de echte wedstrijd kan je daar minpunten van krijgen. Dus dat mag niet. Ook is het natuurlijk altijd handig om een longeerlijn mee te nemen. Want als je pony heel druk is, dan zal ik hem eerst eventueel longeeren. Zodat die wat rustiger wordt. Want een pony heeft natuurlijk allemaal nieuwe indrukken daar bij een wedstrijd. Allemaal andere ponies zijn daar. Dus het is de grote kans dat je pony heel druk is. Dus dan kan je hem eerst even longeeren. Ja. Dan heb je nog een tweede categorie. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel nodig om mee te nemen. De verzorgingsproducten. En ja, je maakt je pony natuurlijk thuis ook al schoon. Tenminste, dat lijkt me handig om te doen. Want dan heb je gewoon alle tijd. Maar het is ook altijd handig om nog wat borstels mee te nemen naar de wedstrijd zelf. Want als je pony dan weer vies is geworden in de trailer, of je wil hem gewoon nog even extra laten glanzen, kun je natuurlijk gewoon nog even een borstel eroverheen halen. Ook kun je vliegenspray meenemen. Dat is vooral handig in de zomer, want er zijn natuurlijk veel vliegen. En ja, als je pony daar niet tegen... Ja, geen één pony vindt dat fijn natuurlijk. Dus dan is het altijd nog om vliegenspray mee te nemen. En dan doe je dat nog even op bij je pony, zodat er niet de hele tijd vliegen op hem zitten en dat niet stoort bij de wedstrijd. Ook kan je glansspray meenemen. En dat is dit. En ja, dat spuit je gewoon op je pony. En dan gaat die glanzen. Ja. En niet op de plek van het zadel. Want dan kan het zadel gaan glijden. En dat is niet goed voor je. Ja, dat doet zeer bij je pony. Ja, kan natuurlijk ook. Het is ook altijd handig om je proevenboek mee te nemen. Dat is gewoon een boek waar eigenlijk alle proeven in staan. Voor de categorieën waarin jij rijdt. En dan kun je nog even snel je proefje doorlezen voordat je rijdt. En je hebt natuurlijk vaak ook wel gewoon iemand die aan de bakkant zit en je voorleest. Maar het is altijd handig om het zelf nog even te weten. Als bijvoorbeeld diegene te laat is met zeggen dat jij wel een beetje weet wat je moet doen. En dat je gewoon al een beetje weet hoe het proefje gaat. En ja, het is natuurlijk gewoon logisch als je het niet meer weet als je op die wedstrijd aankomt. Want dan krijg je allemaal nieuwe indrukken en dan is het druk en dan vergeet je het sneller. Daarom zit diegene er om het voor te lezen, maar het is altijd handig dat je het zelf ook nog weet. En je kunt natuurlijk nog vlechtspullen meenemen, dus gewoon anti-klitspray, een manenkam, elastiekjes voor als die knotjes eruit zijn gegaan. Of als je ze even opnieuw wil doen omdat ze niet meer mooi zitten, dan kan je dat ook nog even doen op de wedstrijd.
Je kan natuurlijk ook je pony nog even wassen, net van tevoren als je veel tijd hebt. En anders dan kan je hem gewoon de dag van tevoren wassen met shampoo natuurlijk. En je babydoekjes meenemen en dan zul je misschien afvragen waarvoor kan je dat nou weer gebruiken. Maar daar kan je de neus van je pony mee schoonmaken. En vaak vinden ze Zwitserdoekjes of zo niet fijn. Dus we hebben deze doekjes. Die ruiken naar kokosnoot en dat vinden ponies heel lekker ruiken. En dan kun je makkelijk de neus schoonmaken. En dat is ook handig om mee te nemen, want dan kan je net voor de wedstrijd nog even zijn neus schoonmaken. Dan heb je ook nog een categorie van overige spullen. En bijvoorbeeld een poepschep. Want ja, als je pony in de trailer gepoept hebt, dan is het op de terugweg natuurlijk niet fijn als hij weer in alle poep staat. Dus dan kan je misschien het even daar waar de wedstrijd is, het op de mesthoop gooien. Ook is het handig om een emmer mee te nemen, zodat je bij de wedstrijd de water in kan doen. Bijvoorbeeld als je pony net wedstrijd heeft gehad, dan is het altijd wel lekker als hij wat water kan drinken. Ook een zweetdeken. Ja, het kan zelfs ook in de zomer en winter vooral natuurlijk. Maar in de zomer als je pony gezweet heeft tijdens de wedstrijd, dan ja, je kan hem dan niet laten rollen. Dus dan moet je wel even een zweetdekentje opleggen, zodat hij niet gaat kou vatten. Dan voor in de trailer op de heen- en terugreis heb je natuurlijk hooi en een hooinet nodig, zodat hij wel kan eten in de trailer. Want dat is altijd fijn. Ook moet je de dag van tevoren, als je dat nog niet gedaan hebt, meestal doe je dat wel als je terug van een wedstrijd bent, de ondergrond van je trailer schoonmaken en er dus alle poep uithalen, de nieuw stro of vlas inleggen, zodat je pony een lekker bedje heeft. Nou, in de trailer heb je een klein zadelkamertje vaak, waar je al je spullen gewoon makkelijk in kan leggen en je cap en je zweep en alles past daar gewoon in. Poetskoffer kan je gewoon meenemen. Dus dat is allemaal wel fijn. En check van tevoren nog even of je echt alles hebt. Ik zou dit vaak de dag van tevoren eigenlijk al klaarleggen, zodat je die ochtend of die middag gewoon niks meer hoeft te doen, want dan krijg je alleen maar stress van. En als je echt bang bent dat je alles gaat vergeten, maak dan een inpaklijst met alles wat je echt nodig hebt. En dan kun je gewoon daarop afvinken wat je wel en nog niet hebt gepakt. En ja, dan vergeet je natuurlijk niks. Dan heb je natuurlijk ook nog wat papierwerk wat je mee moet nemen. Bijvoorbeeld je paardenpaspoort van je paard. Anders kan je ook niet komen bij de echte wedstrijden met een oefenwedstrijdje. Maakt dat niet heel veel uit. Ook je startkaart natuurlijk. En dat maakt met een oefenwedstrijd heb je geen startkaart meestal. Dus dan hoef je hem ook niet mee te nemen. Maar je moet je natuurlijk bij de wedstrijd altijd zelf aanmelden. Als je op manegeproefjes rijdt, dan heb je vaak ook zo'n blauw FNRS boekje. En die moet je ook niet vergeten, want dan kunnen ze afstempelen welke proef je gereden hebt. Ja, en je hebt natuurlijk ook op de manege, voordat je de wedstrijd of de proef eigenlijk gaat rijden, moet je bij de F2 en de F4 en de F6, als ik het goed heb, een kleine toets maken. En hier moet je allemaal vragen beantwoorden. Die gaan dan over paarden en maneges. En daarvoor kun je het FNRS boek gebruiken. Daarin staat allemaal informatie daarover. En als je dat gewoon even goed doorleest, dan kun je de toets maken. Want als je de toets niet goed hebt gemaakt, dan mag je het proefje ook niet rijden. Maar het gebeurt bijna nooit. Nee, dus daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Nee, want het zijn eigenlijk de basisdingetjes. Dus die weet je eigenlijk altijd wel. Ja, en als je de proef hebt gehaald, wordt dat ook afgestemd. Nou, dit was dan de video. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. En doe allemaal dan even een blauw duimpje omhoog als je het echt leuk vond en het interessant vond. Abonneer ook even hier beneden op ons kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Dus heb je natuurlijk je hoofdcel en je zadel nodig. Het is wel handig als je die even invet. Oké, eventjes opnieuw, want ik moet het hoofdcel vasthouden. Ploepen. Het spijt me, lieve schat, die tegen zijn moeder. Het is een one night stand. Geloof me, wees me dankbaar, beter dat je mij niet kent. Ik ben real met je. Real met je. Be brave, vind ik. Ook kun je nog je proevenboekje meenemen. En ja, dat moet eigenlijk gewoon. Maar het proevenboekje, ja, daar kan je gewoon inzetten welk proef je hebt gereden en of je hem gehaald. Dat is niet het proevenboekje. Kan je natuurlijk nog een proevenboekje meenemen. En dit is het boek van de FNRS vaak. Maar... nee, dat klopt ook niet. Je hebt ook voor de kennis. Ja, dat was voor de manege.